Wij gaan straks een cursusje volgen. Dat wordt echt superleuk. Kijk eens even. Oh, ziet er toch lekker uit. Niet nadenken. Gewoon doorgieten. Daar, ja. Doorgieten. En dan naar mij toe. Ja, daar! Hola! Oh my god, Enzo! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben je met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik lig hier heerlijk nog in bedje. Het is 10 uur in de ochtend. Oh, lekker. Weet je wat echt het erg is? Ik had serieus een wekker gezet om 9:15. En het is nu op dit moment 10 uur. Ik heb gewoon 1 uur en 1 kwartier lang mijn wekker laten sluimeren. Damn. Maar bed ligt zo lekker. Ligt zo ongelooflijk lekker. Maar ik moet nu wel opstaan. Even lekker douchen. Even klaarmaken. Want straks komen de mensen langs. Over 30 minuten. Dus ik ga nu echt even uit bed. Zo, dames en heren. Ik kan jullie vertellen dat het knijtersfris is. En dat het ook heel erg glad is. En dat zeg ik ook eventjes voor Myra. Want jij zit achter het stuur, hè? Het is gladjes. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben heerlijk in het geel vandaag, dames en heren. Ik ga post bezorgen, zien jullie dat? Ik heb deze ooit gekregen van Jesse Hoefnagels. Echt geniaal. Hij past perfect vandaag bij het outfitje. Belgische sjaal, geel jackie, geel petje, gele tanden, geel dingetje. Ik heb nog iets geels eronder. Dat zien jullie straks wel. Maar we gaan nog even snel wat bij de winkel halen. Voordat we straks mensen over de vloer krijgen. Want wij gaan straks een cursusje volgen. Dat wordt echt superleuk. Dat heeft Myra geregeld. Dus ik ben benieuwd. Meestal wat Myra regelt is wel leuk. Dus we gaan het zien. Maar kijk dan. Je ziet ook. Het is wel een mooi blauwe lucht. Pas dan op, gek. Je gaat zo hard in die bocht. Maar kijk. Het is helemaal dooi. Dooi. Of hoe noem je dat? Bevroren, het is helemaal bevroren, het gras en zo. Maar kijk, zo'n mooie blauwe mini. Haha, jullie dachten blauwe lucht, maar nee, het is ook een hele mooie blauwe lucht, zie je dat? Dus het is aan de ene kant wel lekker weer, maar het is knijterskoud. Wow! Dit vind je echt lekker. Ik hou van dit weer. Jo? Wow, ik wilde eerder afstappen, maar dat kon gewoon niet. Het was zo glad. Ja, we gingen 2 keer, gingen we even glijden. Ga je mee naar binnen? Ja, gezellig. Ik heb mijn mondkapje bij me. Zo, helemaal in stijl met het mondkapje. Even wat broodjes halen. Hoe moeten we deze nu afrekenen dan? Oh, dat staat daar gewoon. Dit is het enige wat we moesten hebben. Volle melk en brood. 2 witte? 2, ja, dat wilde je toch? Nee, ik zei bruin, maar mijn oh, ja, zo ben ik in de ochtend. Ik vergeet dat helemaal. Sorry. Van ja, ik lust dit ook gewoon. Doe me niet moeilijk over. Doe jij het in het tasje? Ja, is goed. Waarom hebben we die tas meegenomen, denk je? Ja, om het erin te doen. Ik moet nog een beetje wakker worden. Kijk, een mooi knoflooktasje. Hoppakee. Geen probleem. Melk. Hoppa. Ik ben nog nooit zo snel naar de winkel geweest. Oh my god, dat was echt heel snel. En Marvin ook nog vragen, wil je mee? Ik denk, misschien moet ze nog veel boodschappen hebben of zo. Maar het was gewoon natuurlijk voor de gezelligheid. Tuurlijk, gewoon eens even gezellig op de fiets. Ja, het is wel lekker om even zo vroeg in de ochtend even lekker buiten te zijn. Even frisse neus halen. Wacht, even frisse neus halen. Oh, zo glad is het. Zo glad is het dus. Ja, je kan nu nog niet achterop. Hè? Wow, ik ging zelf ook bijna. Nee, ik ga achterop, dat kan wel. Maar nee. Je moet gewoon rustig doen. We gaan op onze plaats. Je moet gewoon rustig doen. Maar we voeten aan de grond bij, ja? Ja, hoppa. Vol gas. Zo, daar zijn we. Oké, dames en heren, daar komt ie. Het is voor de eerste keer in mijn leven dat ik een stofzuiger ga gebruiken op een koffiezetapparaat. Komt ie. Ja?
Oké, okay, de reden dat ik dit zojuist heb gedaan met de stofzuiger is omdat we visite hebben. En die hebben koffiebonen meegenomen. En anders hebben we een ander soort merk koffiebonen met een nieuwe soort merk koffiebonen. En dat gaat niet echt samen. We kunnen het best gewoon één merk koffiebonen gebruiken. Dus dat is wat we gaan doen. En Myron die gaat als eerste eventjes, want ik heb nog geen cappuccino gehad vandaag. Ja, ik ben veel meer een koffieliefhebber geworden dan dat ik eerder altijd was. Ik vond het eerder altijd maar super vies en broer. Alleen nu ben ik echt gaan genieten van de koffie. Nog niet echt zwarte koffie, maar wel van cappuccino, kokos cappuccino, een kleine of grote cortado vind ik ook echt super lekker. Maar mijn moeder drinkt bijvoorbeeld bijna alleen maar Americano's, dus gewoon zwarte koffie. Nou, nu gaat Myron eventjes een lekkere koffie voor mij maken. En nu gaat, wat was je naam ook alweer? Roy. En nu gaat Roy gaat kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En Roy die gaat ook uiteindelijk mij helpen om een goed bakje koffie, oftewel cappuccino, te zetten. Want als Myron een keertje zin heeft in een cappuccino, dan moet ze het zelf maken, want ik weet nog niet hoe het werkt. Dus, maar ja, goed, ga eerst maar zelf aan de gang. En weet je wat echt heel vet zou zijn? Als je net als gisteren even zo'n mooi hondje maakt. Hondje? Ik had gisteren een hond gemaakt. Echt expresso ook. Ja, expresso. Oké, okay, nou, let's go. Ja, deze moet erin. Oké, okay, deze hebben we van Roy gekregen, deze koffiebonen. Beetje verdeeld. Eventjes ruiken. Oké, okay, nou, ik doe het gewoon zoals ik het altijd doe, ja? Dus het zal vast verkeerd zijn. nu ben ik in de war. Geen druk. Relax. Ik heb zoveel hoog op mijn gericht. Oké, okay, ik doe eerst dit. En ik dacht dus eerst dat je het niet hard moest aandrukken. Maar toen las ik in de reacties onder de video dat je het juist hard moet aandrukken. Dus ik doe zo. Probeer alles een beetje... Oké, probeer je in te houden en niks te zeggen. Ja, is goed hoor. Dan doe ik het hierin. Maar soms merk ik dus dat bij het eerste kopje die druk nog niet helemaal goed gaat. Maar soms doet hij het wel echt in één keer. Gaat hij uiteindelijk... Ja, gaat hij wel goed. Hop, er komt koffie uit. En dan pak ik de melk. Wil je weten hoeveel milliliter hier ik precies in doe? Ja. Geen idee. Je weet het niet. Nee, ik doe gewoon een goede scheut, zoiets. Oké. Okay. Je doet altijd maar gewoon wat melk. Misschien moeten we een soort van streepje aan de binnenkant van dat ding zetten hoeveel melk je ongeveer moet. Nou, misschien heeft Roy daar straks wel een tip voor. Ja, gelukkig. Oké, okay, heeft hij. Nou, top. Okay, dan wacht ik even tot er goed stoom uitkomt. En dan gaan we wachten tot het goede temperatuur heeft. Hoe meet je dat? Ja, hier. Oh, ja, ja, dat is een cheat die wij gebruiken. Ja, wij hebben van die melkschuimers waar de temperatuur op staat. Ja. Dus dan kunnen we heel goed zien hoe warm de melk is. Kijk, hieronder zie je dat staan. Ja, en dan kan je nu hier zien, dan gaat hij zo verkleuren. Ja, dat zie je wel. Zie je dat? Het gaat hier verkleuren inderdaad. Hoppakee. Dit is het moeilijkste. Dit kan ik dus nog niet. Scheef houden en in het midden schenken, even pauzen en dan weer doorschenken. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Dan gaat maar weer. Zo, in het midden schenken, pauzen, tikken en dan... Kijk, nu komt er geen schuim. Ja, schuim. En dan zo. Hey, kijk eens even. Hij is wel lekker hoor. Hij is wel lekker. Kijk, ja, dat vind ik ook, ja. Er echt anders van, denk ik. Kijk, als hij nou heel erg slecht is, dan kun je hem heel erg opleuken. Oh nee, dit hoef ik niet erop. Nee, Roy, dat lust hij niet. Dat lust hij niet? Nee, dat wil hij niet. Nee, dat... sorry, maar, Roy, sorry. Dan kun je hem wel heel leuk opleuken met een bloemetje of zo. Dat wil ik straks wel. Een bloemetje? Oh, kijk, Roy die gooit even iets anders in de mix. Kijk eens even. Cappuccino toch nog beter geworden. Dit is wel echt geniaal hoor. Wow, kijk wat Myron in één keer heeft ingeschonken. Kijk dan, Myron heeft gewoon mij gemaakt. Oh, die haartjes zijn wel goed. Ja, dat is echt geniaal. Nou, dat is dus, ja, dat is dus een beetje het talent van Roy. Want Roy, jij bent goed met koffie. Ja, ik heb een koffiebedrijfje in Limburg liggen, in Weert, Nederweert. En daar zetten wij heel erg lekker koffie. En dan ook een klein barista schooltje waar ik lesgeef. Ja. Nou, top. En vandaag krijg ik een lesje van jou. Ja, top. Helemaal leuk. Goeie. Nou, hoe vind je dat ze het doet? Wat had ze beter kunnen doen? Nou, ze doet het eigenlijk best goed. Ze maakt dat de stoom goed is. Eigenlijk is het best goed. Okay. Melkschuim is ook top. Je kunt dan het geluid horen als je hem opschuimt dat hij goed is. Het enige wat ik zag was dat de koffie een beetje best vol is. Ik denk dat je iets minder koffie moet zetten en iets aan de maling moet gaan doen. Dus we gaan even de koffiedak afstellen. Dan gaan we jouw koffie maken. Ja, want wat het dus is met zo'n apparaat, dames en heren. We hebben deze gewoon op internet gekocht. En die is hier thuis gekomen. En voor de rest geen uitleg, helemaal niks. Maar
Ja, dat is soms wel een beetje hetgene wat juist het belangrijkste is met een koffiezetapparaat. Dat je weet of je werkt. Dus je kan heel veel dingen online vinden. Maar ja, het is ideaal als Roy zoals vandaag bij ons langskomt om het een en ander eventjes uit te leggen en te leren. Want je kan dus blijkbaar het koffiezetapparaat helemaal afstellen met de hoeveelheid koffie en misschien ook wel warmte of zo. Ik heb geen idee. Maar dat gaat Roy dan allemaal afstellen op gewoon een goed bepaald niveau. En dan kunnen we daar mee verder werken. Wat gebeurt hier? Oké, hi. Ik zie je af het stellen. Dus, ik heb net even koffie gemaakt, maar dit is dus niet goed. Je ziet dat die crema laag weg is. Er zit hier een vlekje. En bij goede crema, dus de crema is dat witte laagje wat er bovenop zit. Als dat mooi egaal is en je doet dan openslaan van je kop, dan moet die ook terugtrekken. En nu zie je dus dat hij een zwart vlekje geeft. Ja. Dit is ook diezelfde espresso en je ziet gewoon dat die hele crema weg is. Ja. Dus hij heeft heel snel... Dus dit is beter? Nee, dit is slecht. Oh, dit is slecht. Alle twee zijn ook slecht. Dit is ook slecht. Het probleem is dat hij heel snel door die machine is gelopen en dan krijg je dit als effect. Dus je bent nog bezig met afstellen om het perfect te krijgen? Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dit is jeetje, dit is top. Dit is gewoon top. Dan wordt de koffie nog lekkerder. Ja, open. Nou, ik ben blij dat je zoveel bonen hebt meegenomen, want er gaat bij testen aardig wat doorheen al. Ja, ik heb wel twee machineafstellingen dat ik bijna door een kilo heen ben, alleen door afstellen. Kilo koffiebonen voor het afstellen, dames en heren. Holy moly. Maar dan is het daarna wel gewoon voor altijd goed. Ja, nou, als je weer wisselt van koffie, moet je weer afstellen. Ja, andere koffiebonen. We gaan nooit meer wisselen van koffiebonen. Nee, dat gaan we niet meer doen. Nee, we moeten altijd aankloppen bij Roy. Ja. Nu kun je fijn en meestellen. Nou, dat is wel fijn. En als je een gok moet doen van hoeveel koffie je hebt gemaakt in je leven? Ik heb het meest op één dag een keer 1200 koppen koffie gezet. 1200? Ja, waarom ongeveer 100 koppen koffie per uur. Ja. Wow. Beurs, ja. Echt leuk. Als je het goed hebt getemd, hè, dus als je goed hebt aangeduid, spannend, let op. Dan mag je er niet uitvallen. Maar dan mag er niet uitvallen. Oh. Nee, dat was spannend, hè? Ja, dat was... Kijk, dat zijn allemaal van die leuke dingetjes, hè. Dat wist ik anders niet. Nee, maar dan leer je. Wist je trouwens waarom dat espresso espresso heet? En waarom dat die is gemaakt in de jaren 30? Ja, het heeft iets te maken met espresso. Ja, snel. Van express. In Italië... Express is snel. Ja, maar in Italië wou ze de pauzes korter maken. Daar is de espresso voor gemaakt. Dus oh, dat is minder koffie, snel weg. Ze staan alleen maar te roken en koffie te drinken. Dus die koffies waren kei, want dan was er sneller weer aan het werk. Echt? Ja, dat is echt zo. Maar in Italië, nog steeds op de dag van vandaag, is espresso gewoon het dingetje. Ja, is bij wet ook geregeld dat het maar 1 euro mag kosten. En nu, sinds de corona, is het naar 1,30 euro gegaan. Dat is een hele grote rel. Ik ben dat heel mooi aan het volgen. Serieus? Ja. Wow, een afspraak dat in heel Italië een espresso 1 euro is. Aan de bar. Aan de bar, ja. En nu is het 1,30 euro hele rel. Ja. Oké, let op, dames en heren. Nu breekt hij hem open door te schudden. En dan doet hij hem weer... Oh, en dan valt alles weer bij elkaar. Dan weet je dat je goede espresso bent. Ja, want zo net zag je nog allemaal zwarte vlekken. En nu als je het gaat schudden, dan trekt alles zo weer naar buiten. Ja. Nou, perfect. Super blij. Wow. Dus nu is hij goed afgesteld. Ja. Kijk eens even. Het ziet er toch lekker uit. Jeetje, Mina. Dat is wel even andere koek, dit. Jeetje, zag je hoe dit schonk? Jeetje, helemaal zo. Ja, dat was helemaal zo. Wow. Dat was helemaal rondom. Maar hoe Myron het deed, vond ik wel heel leuk ook. En daarom is het leuk om eerst te kijken hoe Myron het doet en nu hoe Roy het doet. Dan zie je het verschil ook heel mooi. Ja. Ik vind het allebei leuk. De oppervlaktespanning is nou wat hoog. En als je dit nou even doorprikt, dan heb ik een gaatje waar ik ben. Oké, wat er nu gaat gebeuren, dames en heren, is koffie in een latte. Kijk, daar komt hij, daar gaat de koffie. Kijk eens even hoe dit eruit ziet. Hoppakee, check dit, ga joh. Zie je hoe mooi dat hij loopt zo? Oei, 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 we zien het, Roy. We zien het. Hoppakee, nou komt er nog een mooi bloemetje of iets bovenop. Kijk eens even, mooie vel. Oh joh. Oh joh, Roy, hey, wat doe je nou? Roy, ongelooflijk. Je bent wel van de rondjes. Jeetje, Mina. Ik dacht eerst van, oké, Roy, 1200 koffie op een dag. Ik vind dit vrij simpel, dacht ik, die lijntjes. Komt hij in één keer met een gekke rondjesbeweging. Kijk eens hoe het er nu uitziet. Hier, kijk eens even. Dit is ongelooflijk. Jeetje. Nou, kijk wat we hebben. We hebben een cappuccino en we hebben een heerlijke latte. Ongekend. Ja, knophouwer. Gaaf. Ja, dit is gaaf. Dit is echt top. Ja. Dit is echt... Deze is voor jou. Ja, lekker.
ongelooflijk. Wat we ooit kunnen doen is, we hebben daar dan een heel erg lekker siroopje. Kijk, een lekker pompje erbij. Hetzelfde raadje, doen we even een beetje karamelsiroop erin laten lopen. Kijk, oh, dit is genieten. Ja, kijk. Woehoe. Lekker. Hoppakee. Ik zin in. Ik ben wel zo iemand die dan met de lepel weer gaat pesten. Ja, moet je ook. Ja, dat moet je ook. Ja, dat is net als met het eten soms. Dan krijg je iets voorgeschoteld. Dan denk je, zo, dit eten ziet er goed, mooi opgemaakt uit. Oh, die is weer voor mij. Hoppa. Ja, je moet nou even testen natuurlijk. Ja, het andere van de... Tweede bakkie. Ik heb eentje van Maimon gehad, nu eentje van Roy. Maar dan heb je ook soms wel zo'n opmaak van eten dat je denkt, oh, dit wil ik eigenlijk niet aanraken, want het ziet er te mooi uit. Maar ja, dat moet je toch doen als je gaat opeten. Maimon die zit echt intens te genieten. Dat zie je aan die smel op het gezicht. Perfect. Ja. Het is de goede combinatie van koffie, melkschuim en deze schuim is veel beter, melkschuim. Bij mij is het misschien wel een beetje te dik ofzo. Ja, ik weet niet. Die van jou is wat te waterig ofzo. Deze is wat meer echt melkschuim, zeg maar. Maar sowieso, de koffie is iets minder sterk, maar de verhouding is beter. Ik ben heel tevreden. Ik vind het ook echt heel lekker. Nou, gaan jullie het doen? Ja. Hoppakee. Als ik dit toch zelf kan, hé. Hey. Tuurlijk keer dit. Ik hoop het. Ik ga pas weg als je dit gaat, zoals dus morgen heel vannacht. Ja, is het zo erg dat je daar zo nog vaak last van hebt? Op mijn nek, ja. Heb je oefeningen of zo? Ja, die doe ik altijd in bed. En dan word ik wat losser. Ja, dat zal ik. En dan kan ik er weer tegenaan. Ja. Ja, ik heb nog steeds last van mijn nek, van het duiken, door die band heen. Oh. Maar als ik iets doe, dan altijd even... Ben ik klaar voor, hoor. Oké, dit is letterlijk de eerste keer dat ik ga werken met het apparaat. Want tot nu toe heeft Maimon alleen maar koffie gezet. Tof. Dus ik weet geen eens... Oh ja, bonen, toch? Ja, ja, honden zetten. Top. Hier ja, zo. Ja, ja. Oh, wat doe ik nou? Ja, nu doe je het verkeerd. Nee, hoor. Niet hè? Huh? Wat gebeurt er? Nee, als je hem daar tegenaan duwt, dan begint hij gelijk te lopen. Oh. Zet hem erin. Ah. Zo, er komt echt veel uit. Ja, dat is ook top, zet. Goeie hoor. Als je nou eventjes daar neerzet en je veegt hem dan naar de binnenkant, dus met je vingers trek je hem een klein beetje, ja, dat is schoonvegen, ja, en dan een beetje naar binnen schuiven, ja, helemaal top. Dan noemen ze het tempen, zet hem erop en nou, je moet harder duwen. Harder duwen? Ja, als je beter pakt kun je hem zo eroverheen duwen. En als je je vingers op die rand zet, dan moet hij gelijk zijn met de ring. Ja hoor. Netjes. Kun je maar op één manier testen, hè, of die nu goed ja, is? Ja, dat is maar één manier om dat te testen. Ja, maar dat komt wel goed. En dat is... Hey! Goed, hè? Ik hoop zo dat hij er nu uitvalt. Nee, ik vertrouw op mezelf. Ik vertrouw op mezelf. Ja, ja, dat is hoe je test. Goed, hè? Ja, goed gedaan. Ja, dat betekent goed. Oké, nou, de missie 1 is voltooid. En nu? Even spoelen. Heet water weg laten lopen. Klein beetje. Ja? Kopje eronder. Deze moet er ook ergens op. Ja, die moet, die moet erin. Wie zie je dan? Dubbele. Ja, dubbele. Dat is best wel. Koffie hebben. Nice. Het is eigenlijk maar weinig koffie, hè, zo'n mokkie. Espressootje, ja. Maar hier gaan we de cappuccino mee maken. Ja, ik heb de melk al voor je in je KP-mokje gedaan. Maar hoe weet ik hoeveel melk erin moet? Nou, de melk moet je ongeveer de hoogte doen van, hier heb je die tuit, het begin van die tuit, en ongeveer, daar is ongeveer je punt van de melk, daar zo, ja. Iets hoger. Iets hoger, dat mag, ja. Oké, nou top, dat zit ongeveer. En doen we eerst even leegstoom, want hier zit allemaal condenswater. Doe ik dat aan, via hier? Ja. Op die kant op. Naar links. Ja. Heel veel mensen vergeten dat eigenlijk, beginnen gelijk met stomen. En daardoor krijg je heel grote zeepbellen in je en dan krijg je die bellen nooit weg. En dan komt er water bij. Het water al uitgegooid. Je ziet nou allemaal water uitkomen. En dat is condenswater wat in dit ledekje zit. En dat moet gewoon even eruit. Ja. En dan krijg je droge stoom. En droge stoom, dat kun je pas mee werken. En dan ga je deze naar voren toe schuiven. En dan nu weer aan en dan erin. Ja, het eerst erin zetten. Dat is wel verstandig. Eerst in. En dan nu deze zo. Ja. Goed. En dan ga je die laten zakken. Ik moet eerst wat druk opbouwen. Kijk, en nu gaan we een beetje stretchen. Zie je dat die groter wordt, die melkschuim? Ja. En nu zeggen we dat we genoeg melk hebben, dan gaan we hem alleen maar warm maken. Nou, dan hoef je even je vinger eronder te zetten. Totdat je je vinger daar, je pink, in het midden niet meer kan houden, dan heb je genoeg hete melk. Nou, hij is warm zat. Ja, goed. Nou, dan wals je eventjes. Dan draai je hem eventjes zo. Zo. Oh, je bent toch wel soepel. Ik had niet verwacht. Soepel, hè? En dan zo. En dan nu schenken. Ja, als je nou begint in je melk en je begint hoog in te gieten, dan valt het door de koffie heen. Dan meng je de koffie in de melk. Dan leg je hem op het randje. Dan wordt het een wit vlekje. En dan moet je naar voren toe en dan krijg je je haartje. Appeltje eitje, toch? Ja, appeltje eitje. Komt ie. Dus eerst van boven. Ja. En dan zo. Ja. En dan zie je het. Kijk. Kijk. Oh.
Oh, zo'n hartje had je toen ook altijd. Zo'n mini hartje. Dat was wel de bedoeling zo. Ja, maar je had hem niet op het randje liggen. Oh, ik moet hem echt op het randje. Echt op het randje leggen. Hier is op het randje. Ja, dan krijg je hem echt met een witte. Hier. Oh, dan gaat hij overlopen. Dus, wat is ja, dit ik... zo? Wat heb jij gemaakt? Sorry dames en heren. Sorry, waarom overkom mij dit? Dit is echt te typisch weer. Maak er een foto van alsjeblieft. Vals koffie. Sorry, ik doe het echt niet expres. Nee. Hij is ook echt heel goed gelukt. Het is echt gewoon perfect. Ja, het is leuk zo'n kegel maken. Oh. Zie je dit vaker, dat mensen dan dit figuurtje maken? Dan doen ze het al vrij goed. Alleen dat het dan bijna vol is, gaan ze het kannetje omhoog halen. Oh. En dan krijg je dit. Dus je moet het kannetje goed op de plek houden waar ik zeg, van als je me laag houdt, dan krijg je die vlek en die vlek. En die vlek trek je door. En zo wordt het dan. Die is al dat is het moeilijkste. Ja. Nou, kijk eens aan. Maar je bent dus al in de buurt. Dat is wel fijn om te weten. Dat het wel al redelijk goed gaat. We hebben nog één espressetje over. Dus we kunnen nog eventjes rekenen. Nog een keer. Ja, maar dat is ideaal aan dat we een dubbele elke keer doen. Precies. Maar stel voor, ik wil een single, dan gooi je eentje weg. Ja, dat is best makkelijk. Je verdeling is beter met je machine. Als je hem dubbel doet. Als je hem dubbel doet, krijg je een betere verdeling van de koffie. Okay. Deze machine is eigenlijk niet gemaakt. Ja, geen enkel espressoapparaat is gemaakt voor een enkele te maken. Dan moet je de molen afstellen op altijd een enkele te zetten. Oké. Okay. En twee is makkelijker. Want je drinkt altijd koffie met z'n tweeën. Ja, toch? Ja. Wel gezellig. Er zitten al wat luchtballetjes in en die haal je weg door te tikken. Doe eerst dit. Ja. En dan? Even een keer tikken. Zo, maar dit gaat zoeken hoor. Ja, dat moet ik zeggen. Als je je hand er even oplegt en dan een keer op de grond tikt. Ja, dat is een perfecte. Oh. Ja. Nou, waar best anders had het in je gezicht gezeten. Ah, oké. Okay. Dat was wel leuk geweest voor de video. Voor de video is natuurlijk wel lachen. Ja. Ah ja, ik zag het. Hoe schuiner je kopje uit, hoe makkelijker het giet. Dit schuiner? Ja. Dit zo. Komt ie, hè, dames en heren. Bovenin laten vallen. Stop. Oh, ja. Nu kan ik zo. En ja, en blijven gieten. Blijven gieten en dan naar me toe komen. Zie je? Het wordt wel steeds beter. Er zitten veel luchtbelletjes in. Ja, je hebt hem iets te hoog laten vallen. Ik zeg ja, hij precies. Doet altijd die derde vol, hè? Zo hoog mogelijk. En zo maakte ik de hond. Nou, ik heb hij is wel iets beter. Nou, ja. Ik moet zeggen, het is wel weer een beetje... Een olifantje. Of niet? Ja. Kasper het Spook. Toch nog iets van gemaakt. Ja, geniaal. Een olifant. Ik zo meer aan de zijkant te zitten. Dat is mijn tweede, een olifantje. Nou goed, ik ga mijn plek afstaan aan Maiwen. Nee, je moet nog even door nu. Moet je even goed haakje doen. Ik ga nog even door. Ja. Want ik ga nog even leren hoe het verder... Ja. Ja. Je zit er nu zo in. Look at this. Je is al best wel goed, hoor. Ja. Je wordt een cappuccino en je hebt een cappuccino. Nice, toch? Het gaat toch gelijk, hè? Het begint erop te lijken. Ja, jij dacht dat... Het kan altijd anders. Ja. Ja, de weddenschap met je stiefvader, ja, dat... Ik dacht, het gaat niet lukken, maar hij heeft toch aardig het in de vingers. Goed, man. Het is toch iets altijd met die vingers, hè? Het zei mijn oma altijd. Wat doe je altijd met die vingers? Ik zei, oma, ik heb het in die vingers. Ik heb geen idee. Zo! Dat heeft hij voor jou dat mooi gedaan. Gemaakt. Wow, die is echt mooi. Dat ga je elke keer zeggen. Deze maak is een beetje heet. Ja. Is een beetje te dik dan? Ja. We kunnen het wel even een beetje fixen. Vaak zie je dat mensen er bovenop zijn bel hebben zitten, dus een bult. Ja. Dan pak je op een lepel en dan haal je die bult eraf. Die melk is meestal wel goed, maar deze is best heet. Wat je wel kan doen is, als je hem even overgiet in een ander kannetje en dan weer terug, dan heb je best wel een probleem melk. Ja, zie je? Hij valt wel te redden, maar hij is best heet. Het is een beetje latte melk. Ja, de melk is niet goed. Ja, de melk is te dik. Jammer. Nu vind ik het niet meer leuk. Maar de melk had ik niet goed genoeg voorbereid. Dus dan krijg je te veel schuim. Ja, dan heb je wat dikker schuim. Ja, dat is niet goed. Het is echt nog wel een dingetje hoor, een goede cappuccino zetten. Ja? Dat blijkt maar weer. Nou, ik ga in ieder geval veel oefenen. Dat sowieso. En dan uiteindelijk, voor iedereen die langskomt, lekker cappuccino. Lekker hartje. Ja, voor de vrienden en familie. Ik bedoel niet de kijkers, maar anders wordt druk. Maar... Iedereen aan de deur straks. Mag ik een cappuccino? Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Maar voor een keer mijn moeder of Milan of Thijsie, Noël. Superleuk. Noem het maar op. Vrienden.
vrienden, familie, dan lekkere cappuccino. Ja, top. Ik heb echt al goed wat geleerd. Vond je het leuk? Ja, echt super. Ja, cool. Zeker weten. Ik denk dat Marvin nu nog even aan de slag gaat. Ja? Ja. Toch? Zin in. Helemaal top. Ja, goed weet je. Nou, we hebben genoeg geschuimd, denk ik. Oké, dan malsen. Ja. Ik zie aan de zijkant nog een beetje van die grote bellen komen. Ja. En nou, echt. Door. Zo. Ja. Nou, daar gaat hij. Kom op, Myron. Oké, eerst hoog beginnen. Ja, een beetje hoog. Gewoon zo. Ja. Goed zo. En dan in het midden erop leggen. Ja. En dan naar me toe. Niet erg. Maar ben je goed gelukt. Nou, dat komt al heel erg in de buurt, hoor. Best wel mooi al, hoor. Ja. Check eens even. Ik had niet door dat hij al vol zat. Zo geconcentreerd. Al op de grond. Hé, maar ik moet zeggen, deze vind ik beter dan die van mij net. Ja. Ja, ik zei niet, ja. Ja, is zo. Kijk dan. Als je dadelijk een klein beetje roteert. Tijdens het schenken. Ja, dan krijg je een mooier gevuld. En dan zit je sneller op het punt dat je erin kan gieten. Ja, dit is echt wel nice, hoor. Even een keer voorop kijken. Als je nou... Rondje, ja. Dan wordt hij mooi bruin, zie je. Ja. Te weinig melk. Je ziet wat ik deed. Ja, ik zie wat je deed. Okay. Ik heb zin in de volgende. Okay. Yes. Nou, ik vind het echt knap. Ja, echt knap. Maar het heeft een feeling van het. Ja, echt mooi hoor. Wil jij deze of wil je een betere? Een betere. Dan ga ik ook even kieskeurig doen. Maar ik vind hem echt al heel knap. Oké, okay, daar gaat Myron voor de tweede poging. Eerst even rond. Ja, oh, dat ziet er netjes uit, ja, hoor. Echt. Een beetje hier. Dit is van net als beter. Van net als iets beter, maar dit zag er wel mooier uit. Ik denk dat je een beetje opschuiven. Ik denk dat ik sneller moet schenken die laatste, of niet? Dit hartje moet volgens mij sneller. Nee. Die moet zo. Ik vind het wel leuk dat je me nadoet, Roy. Sorry. Kom op, hè, Marvin. Doe. Ja, hoor. Of het al jaren doet, serieus. Nee, een middelvinger. Ga meteen door met deze, ja. Even kijken. Ik ben benieuwd wanneer je het ongeveer onder de knie krijgt. Nee, ik wou een zwaan. Een zeepaardje. Ja, dat is wel echt moeilijk, hè? Ja, maar dat komt nog wel. Ongeveer na 100 kopjes koffie. 100 kopjes koffie oefenen en dan, ja. Wow. En dan doen we examen. Ja. Nee, ik wil gewoon één keer goed hartje. Niet nadenken, gewoon doen. Bats. Verdorie. Nee. Wacht, opnieuw. Niet nadenken. Gewoon daar gieten. Beetje, nee, daar. Naar de voren toe, ja. Daar, ja. Doorgieten. En naar mij toe. Ja, daar! Hola! Yes. Ja, die is mooi! Wow, die schaap! Die is echt vet! Kijk dan! Ik weet nu wat ik verkeerd doe. Wow! Ik weet wat ik verkeerd deed. Je zit achterin. Zo, check, ja, this. Ik schenk, ja, het eerste stukje te veel achterin. Ja. Ik moet hem hier schenken. Hoppakee. Yes! Ja, ja. Lekker, hoor. Ja, nu wil ik nog eens doen, want nu heb ik een beetje het gevoel. Nu weet ik waar ik moet schenken. Ja, ik wil wel even dat je even foto gaat met je kop. Ja? Je gaat mijn rol spelen. Hoppa. Koffie gaat van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Maar je moet bij elke keer dat je door de koffie heen gaat, moet je eventjes schoonwegen. Want dan krijg je dus deze manier. Ah, kijk eens aan. En ik haal hem omhoog, zie je? Oh ja, je steekt hem erin en dan omhoog. Ja, en deze gaat van naar binnen toe. Oh, wow. Heel mooi. Kijk eens even, joh. Ja, dat is wel een opmaak dan. De een laatste keer. Moet nog, deze moet nog. Welke? Deze. Ja, je hebt gelijk. Symmetrie. Kijk, hoppakee. Heel mooi. Alsof je het vaker hebt gedaan. Ja, eerst keer. Daar gaat maar weer. Hoppakee. Hoppa. Yeah, hoppa. Die is nog beter. Graag, hoor. Yes. Deze ook nog gaan. Yes. Die melk is volgens mij nu al een beetje... Ja, dat kan. Niet echt schuimig meer, maar... Je kunt er wel mooi mee gieten, denk ik. Nee? Ja. Ja. Nou, soort van. Dat is een lange. De eerste was lekker. De eerste, ja, was best. Ja. Daar was de schuim nog iets beter. Die is echt wel goed, ja, deze, hoor, is echt mooi. Heel nice. Die is voor jou. Deze neem ik.
Nice! Yes. Lekker maar, hun. Super. Dan ga ik nu nog even die karamel oefenen. Met die figuurtjes maken. Zo eentje wil je maken. Ja, deze. Nice hoor. Heel nice. Nou, dan gaat maar, hun. Een beetje dieper steken en een beetje... Die naar die? Ja, een beetje dieper beginnen en dan omhoog trekken. Ja. Kopje. Doortrekken hier. Prima. En dan ga je van die naar binnen toe. Jeetje, mooi fine line. Is echt mooi. Knijters, het is gewoon helemaal zelf gemaakt. Echt leuk. Echt nice hoor. En dan olifantjes en ja, deze voetjes. Twee ben ik nu echt wel blij mee. Dan kan je echt al goed... Ja, je hebt deze gemaakt en je hebt deze gemaakt. Ja, even een fotootje van maken. Ook. Jeetje, Mina. Kijk eens even wat Marion kan. Ongelooflijk. Echt knap hoor. Okay, eerst even een beetje van boven. Ja. Kijk gewoon een beetje zo. Stop, ja. Nee, aan het begin. Je moet hier neerzetten en daar ook gaan schenken. Ja. Schenken. Doorgieten. Oei. Dat was bijna. Ik begin juist achteraan en ik wil dan zo. Ja, kan dat ook? Dan zo zetten. Oh ja, maar die wilde ik eigenlijk maken. Ja, nee, nu gaat hij goed. Er is te weinig melk weer. Nee, maar die komt goed en zo. Ik had ook 6 kopjes nodig. Dit is jouw 6e. Ik vond het wel fijn dat jij de enige was eigenlijk dat die koffie kon zetten. Hey, ik moet gewoon een beetje... Echt erg, hè? Ik heb het niet beperkt. Ja. Maar ik zet vaak genoeg koffie voor jou. Maar het is ook wel leuk als je het zelf kan. Ja, nee, ik wil het zelf ook. Ik wil het zelf ook hoor. Allemaal. En ook nog een keer. Een vlekje maken. Ja. En naar voren toe. Bijna. Ik had hem sneller zo naar voren moeten doen. Oh, nee. Hey. Ik verbeterde hem nog een klein beetje. Maar ik vind deze, dit is wel je beste tot nu toe. Nee, volgens mij had ik eentje die het mooi was. Ah, die was zo. Dat was echt goed. Ja, nou niet. Dat dacht ik, maar ik heb niet zo goed geheugen. Eerst even van boven zo, een beetje zo. Hop. Toppie. Ja, dat kan ik wel, hè. En nu er tegenaan zetten. Met midden gieten, dat je een wit vlekje in het midden krijgt, dan naar je toe. Naar mij toe. Waarom krijg je het witte vlekje nou niet? Ja, en dan naar me toe. Ja. Hoezo kreeg ik pas zo laat het witte vlekje? Dat je wat achterhoudt. Hoe achter? Ik moet sneller schenken. Ja. Ja, echt sneller schenken? Ja. En nu heb je niet genoeg. Nee. Ja, maar dat vind ik wel kut. Nee, maar waarom doe ik dan niet meer melk hierin, zodat ik net wel genoeg heb voor 2 kopjes? Nou, op zich had je met dit moet je eigenlijk wel kunnen. Maar dan is de verhouding schuimen en dat is een beetje... Maar dit is toch wel weer een soort van hartje. Ja, en zo. Ik hoor niks van Roy, dus je reageerde te laat. Zo, dat maakt niet uit, hè? Ja. Oh my god, Enzo. Ja, het Myron ging best goed. Myron die gaat gewoon koffie maken in volg. Oh my god. Wat een shitzooi. Er kwam geen witte vlek bij mij. Uiteindelijk ik sneller schenken, maar ik ging sneller schenken, maar er kwam niks. Nee, dat was te dun. Zie je, ik vind het melkschuim gaat al fout bij mij. Anders dan maken we het vervolgens samen koffie. Doe ik het melk opschuim en maak jij de figuurtjes. Nee, ik ga wel door, daar niet van. Ik wil het nog wel een keertje proberen. Ja? Echt waar? Ja, dat moet wel een keertje lukken. Precies. Oké, eerst hoog. Ja, hoger. Heel hoog is dat. Ja, maak even. Even een beetje schuin houden en zo. Een beetje schuin. Ja, een beetje in het midden gieten. Ja. Ja, daar komt ie. Ja. Ja, dit is hem. Hij is cute. Het is een lief hartje. Ja, echt top. Ja, de buren bellen al aanrooien. Ze hebben zin in koffie. Ze gaan vragen of jij koffie kan zetten, denk ik. Ja. Oh, deze is wel... Ik vind deze wel schattig. Ja, hij is cute. Ja, hij is schattig. Heeft hij goed gedaan. Oh, nu komt hier nog even een kunstwerk. Hey, ze zien naar mijn andere toe. Ja, die heb jij gemaakt net, toch? Nice. Oh, je had nog eentje willen doen. Ja, tuurlijk. Maar maakt niet uit. Genoeg koffie gekregen. Precies. Maar dit is, het is geen groot hartje. Nee, maar dat is lief. Ja, maar kleine hartjes zijn wel met meer betekenis. Ja. Is dat zo? Zo zou ik het in ieder geval uitleggen. Echt top. Ja! Nu word ik enthousiast. Ja! Ik heb hier melk gemaakt. Ja. De koffie werkt in. Daar ben ik zelfs jaloers op. Kijk, dat bedoel ik.
Nee, maar weet je wat ik deed? Ik had deze en ik hield hem veel te schuin. Veel te schuin. Dus nu hield ik hem wat minder schuin. Veel minder schuin, maar wel dat er schuim is. Dus, hoppakee. Blijf bewegen. Blijven walsen. Ja. Je walst linksom, hè? Ik rechtsom. Maar dat maakt niet uit, hè? Nee, voor het effect niet. Oké, let's go. Komt-ie, schatje. Even van ver, van boven. Genoeg. Kijk, genoeg. Genoeg is genoeg. Oké, en nu? Tegenaan? Nu even mij filmen, dan doe ik ze zo. Komt-ie. Zo in het midden, sneller schenken. Doorgieten. Ja. En hop, klein hartje. Hoppakee. Oh, pocket. Boom! Nog een keer. Oh, dit is weer te weinig melk. Shit. Kom maar, doe een klein hartje. Klein beetje melk erin. Een klein beetje melk zo. Ja, genoeg. Dat is genoeg. En dat schuin. Oh, wat gaan we nu maken? Oh, vrije kunst. Alles wit. Ja, dit was toch te weinig melk. Maar hier kun je weer met die karamel doen. Ja, maar zoals jullie zien, ik heb nu 2 keer een klein schattig hartje gemaakt. Die heeft echt een mooi staartje. Die heeft echt een schattig krulletje. En dit is meer een soort tulpje. Ja, nou, ik ben trots op je. Het gaat de goede kant op, dames en heren. Precies. Als ik dit van jou zou krijgen, dan zou ik echt al blij zijn. Zou je gelukkig worden? Ja, het is toch een poging tot een hartje. Nou, die mag je hebben. Ah, dat is fijn, dankjewel. Nou, ondertussen, kijk, het was helemaal niet verpest. Nee. Roy en ik hadden afgesproken, die tweede maak ik zoveel mogelijk wit, zodat je hem kan bewerken. Precies. Let op wat hier gebeurt. Hoppa! Kijk eens even. Hoppakee! Of niet dan? Power. Ja, toch? Ja, die is leuk. Super. Hey, Roy, heel erg bedankt. Graag gedaan, joh. Ik vond het superleuk. Ja, heel erg bedankt. Ja, lijkt leuk. Goede tips, goede uitleg, heel blij mee. En we hebben een mooie foto van op de koelkast. Waar is die? Ja, die heb ik hier zo. Kijk, dat Roy is langs geweest met zijn koffie-expertise. Echt een leuke foto. Zeker. Echt top. Gaan we even onderschrijven, de datum, wie die is, met koffie. Helemaal top. Barista Roy zetten we er dan Barista bij. Barista Roy. Goed zo. Kijk wat ik heb gedaan, dames en heren. Deze fout gaan jullie ook sowieso nog maken. 2020. Yep. Maar dat moet natuurlijk 2021 zijn. Maar goed, het is nog niet zo lang 2021. Dus nee. Het is even wennen. Die fout kent iedereen. Ik doe er een streep door en doe er eentje. Ja, top. Nou, dat was echt leuk, dames en heren. Zo op de zondag. Dat was echt eventjes genieten, die barista cursus. Dus nogmaals, Roy, dankjewel. Echt perfect. We hebben nu ook gewoon heerlijke koffie gekregen. Dus wij gaan ervan genieten en we gaan oefenen op onze figuurtjes. We zijn bezig om een nieuw intro stukje te verzinnen voor mijn livestream. En dat heb ik namelijk beloofd. Ik heb een poll gemaakt, dus dan konden de mensen op livestream, voor de mensen die de streams altijd kijken, shout-out naar jullie, dankjewel. Elke zondag van 6 tot 10:30. En toen heb ik een vraag gesteld van willen jullie een nieuwe intro? Ze zeiden ja, dat willen we. Dus heb ik nu een muziekje gevonden samen met Mylen en hoor dit. Dus nu heb ik echt een geniaal iets. Kom met me mee. We moeten hiervoor naar de keuken. Want wij hebben geen trommels. Ik ben helemaal niet muzikaal. Marvin is ook niet muzikaal. En ja, dat durf ik te zeggen. Dus moeten we improviseren. Nou, die trommels, die hebben we uiteindelijk wel. Hier, kijk. En deze trommel heeft aan de zijkant van die steeltjes. Dat noemen ze een steelpan, toch? Nee. Oh, maar waarom heeft hij dan steeltjes? Dit is gewoon een normale pan. Dat is gewoon een normale pan. Het is gewoon een handvat dit. Ik heb ook geen verstand van pannen. Maar dit is gewoon een pan met een handvat. Ja. Dus toen dacht ik van oké, dan hebben we nog instrumenten nodig. Nou, kijk. Hey, dit is ideaal. Toch? Ja. Maar nu hebben we nog iets anders nodig. Hè? Maar. Ik was toch niet muzikaal? Nu hebben we alleen nog een touw nodig. Hebben wij touw? Waarvoor? Ja, ik heb iets geniaals. Mag ik het niet doen? Het klinkt ergens naar. Moet je niet aan beginnen. Hebben we ergens een touw? Een lint. Ja, dat kan ook. Kijk, want die trommel die wil je toch om je nek hebben? Ja. Ja, toch? Dus als je hem zo doet, je maakt hem vast. En hij hangt zo. Net andersom dus. Ja. Oh, moet hij zo. Want dan kan je binnenlopen. Kijk. Ja, doe je dat dan? Voor de intro? Ja, ik weet het ook niet, mensen. Je moet toch wat... Ho, 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 ho! Ja, als jij me even wil helpen, graag, gaan we dit even fixen. En dan krijgen jullie zo te zien hoe de intro eruit ziet. Ik denk dat het echt verschrikkelijk wordt, maar goed.
speel nu al heel lang Minecraft met jou. Ik heb heel lang Minecraft met jou gespeeld. En na al die jaren zet je nog steeds dit lelijke ding neer. Gast, wat is hier mis mee? Ja. Oh, hoe kan je nog steeds, na zoveel jaar Minecraft, nog steeds zo'n hok neergooien? Gast, dit is echt zoveel liefde en tijd ingestopt. Dit is niet Kunnen normaal. We er gewoon een kas van maken of zo? Mijn god, hé. Yo, what's up, man? Hi, man. Alles goed? Ja, yeah, man. Oh, moet ik zo dichtbij praten? Ja? Nee, ik ben een interviewer. Oh, hallo. Ja, waar is jouw baard? Ah, die is verdwenen door het toilet. Ja, ik heb in één keer jouw snor. Ja. Ben jij mijn riool geweest? Kom wel naast me wonen, ga je ook nog in mijn riool. Ik zou dat een keer doen bij jou. Doe mijn riool. Riool stoppen. Oké. Ja, dat doe je al. Als jij naar de wc gaat met mij... Dat is geen grap, hè, kijkers. Als hij naar de wc gaat... Nee, ik doe hem op mute. Oh. Nee. Echt, joh. Hij kreeg gewoon zoveel wc-papier, dat is ongelofelijk. Ik heb 3 keer al gehad dat gewoon weer naar boven kwam. Ja, dat is geen grap. Kijk, voorzet. Nee, grapje. Hij is goed, ik ga wel. Ja, was ook die voor is jou. Dort. Ja, lekker. Ah, het werkt. Woo! Let's go! Ik kom zo terug op de donaties, jongens. Meisjes, non-binair. Hey, Knuller, dankjewel voor je donatie. Top, Enzo, wacht dan even daarmee. En Knuller was bij mij. Dat was een knoller. Hey, ik ben aan de beurt. Ja, doe het nu goed dan. Doe het nu goed dan. Ja. Te laat. Verdomme! Wat doe je? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Super tof, dankjewel voor je donatie. Kijk altijd je vlog. Ja, ik heb hem goed gedaan. Hoppakee, erin, hoppakaas. Hoppakees. Ja! Boom! Ah! Oh, je ring. Ah. Lekker. Oké, dames en heren, dat was het voor vandaag. In ieder geval, morgen ben ik natuurlijk weer terug met een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dat was dus de intro die ik heb gedaan op Twitch. En ik heb nog eventjes wat leuke momentjes erachteraan geplakt. Ik heb echt geniaal gelachen en geschreeuwd. Mijn stem is een beetje naar de klooien. Maar het was echt weer super gezellig. Dus zorg dat je er een keertje bij bent op Twitch. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Je kan me daar gewoon gratis volgen en gratis kijken. Ik check jullie heel graag morgen om 4 uur. Dan gaan we echt iets heel erg leuks doen. Ik moet redelijk vroeg uit mijn nest. Dat komt omdat iemand hier aan de deur komt om even iets te fixen. Maar dat laat ik jullie morgen wel zien. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace! Knol power!